Dag lieve mensen, welkom bij dit bericht. We gaan eens even kijken waar dit over zal gaan. Met essentiële oliën ga ik jullie iets over vertellen, althans kaarten leggen. En voedsel. Dat zijn de, ik ga even even laten zien waar ik mee werk, de Witch's Wisdom kaarten, Oracle Cards. En de Witch's Kitchen. Dat heeft te maken met voeding. Althans, wat je kunt gebruiken voor essentieel oliedek. Nou, de... We gaan even verder. Waar gaan we over praten? Dankjewel ook aan alle nieuwe abonnees. Hartelijk welkom. Mocht je een kaartlegging wensen die op jouw persoonlijke... in energie is gebaseerd, dat kan. Kijk dan even op mijn website www.mediumjacqueline. De info staat in de beschrijving. Daar vind je ook de links naar de persoonlijke readingen. Heb je meer behoefte in eerste instantie aan een diepgaandere reading en wil je geen persoonlijke, dan kun je daar ook readingen vinden bij de YouTube-readingen die je kunt downloaden. Tot zover. Wat is de eerste kaart? Manifestation. Jij wilt dus iets manifesteren. Je wilt iets nieuws. En het heeft te maken dat je je schaduwkant aan mag kijken. Daar mag dus nog iets gezien worden. Waar heeft dat mee te maken? Voordat je die overvloed krijgt. Dus er mag nog iets gezien worden wat jouw schaduwkanten betreft. Waar heeft dat mee te maken? Even zien. Waar hebben die schaduwkanten mee te maken? Mag ik een verduidelijking over de schaduwkant? Dat je je kracht terug gaat vinden. Je kracht terug gaat vinden die eigenlijk diep in je zit. Want je wil eigenlijk graag die overvloed. En dat is begrijpelijk. Maar dan mag je eerst de stilte in. De leegte in. Dan mag iets gezuiverd worden. Donker en licht krijg ik weer dat witte en dat donkere. Ik heb het gevoel dat je ook mag gaan kijken naar die dualiteit in jezelf. Geef ook dat donker even aandacht, dat je daar naar kijkt, want daar mag iets gezien worden. In dat donker vind je namelijk de antwoorden om iets te manifesteren, om die overvloed te krijgen, zodat als je dat opgeruimd hebt, dat die overvloed ook kan komen. Het heeft te maken met verdriet, leegte. Gebroken zijn, dan mag je naar kijken en dan mag geheeld worden. Het heeft te maken met stress, klank, heerlijk, spierspanning. Wat ik voel is dat velen van jullie het moeilijk vinden om tot rust te komen, om die rust in jezelf op te zoeken. De stilte in jezelf op te zoeken. Daar hebben de meeste van jullie die kijken problemen mee. En die leegte is nodig, zodat je weet dadelijk wat je wil gaan manifesteren. Zodat je ook die overvloed krijgt. Zul je wel eerst die leegte in moeten, die stilte in moeten. Wat mag ik bij de manifestatie zien? Misschien kan ik niet zo. De manifestatie, wat mag ik daarbij zien? Even kijken. Relax. Dus rustig aan. En dat kan dus met kamille. Dat zie je dus daarboven staan. Gebruik dat als thee. Gebruik het als etherische olie. Kun je ook gebruiken. Dan de knoflook. Repel. Dan weet ik even niet wat repel is. Terughalen, denk ik. Ja, maar ook bescherming. Een stukje bescherming dat je bepaalde dingen niet terughaalt in je leven. Dat is wat ik daarbij doorkrijg. Het wordt je ook steeds opnieuw gevraagd om ernaar te kijken, hoor ik. Wordt je gevraagd, dat is al een paar keer gebeurd, dat je naar iets mag kijken omdat je het niet ziet of niet durft te zien. En
immortality, onsterfelijkheid, koriander. Kun je dus gebruiken als olie. Je kunt het gebruiken ja, in soepen, wat dan ook, of in gerechten. Die drie, dus kamille, knoflook en koriander, kun je dus gebruiken. Of je gebruikt het als essentiële olie, of je gebruikt het in je voedsel. Kamille wordt natuurlijk lastig, dan mag je als thee kun je dat gebruiken. En wat ze me laten zien is voetenbaden. Ik doe normaal nooit voetenbaden met kamille. Maar dat zou je kunnen doen. Let op de temperatuur van het water. Als je diabetes bent, vanuit mijn expertise, vanuit de pedicure, geen voetenbaden. Dus dat is niet gunstig. Dat mag niet. Dus daar mag je naar kijken. Dan je de overvloed mag je krijgen door de rust in te gaan. De rust mag je dus nu eens gaan voelen in jezelf. En kruidnagel heeft te maken dat in dat hier is, heeft het dan te maken met kletsen over iets, maar ik denk dat te maken heeft meer met stilte opzoeken. De stilte opzoeken in jezelf, waardoor je dus ook de rust krijgt om dingen los te laten. Je mag rust in jezelf creëren zodat je dus dingen kunt loslaten, anders is het lastig. Dus je kon, en dan bedoel ik meer mee in je hoofd zitten. Constant in je hoofd zitten kun je niet goed dingen loslaten. Want juist dat stukje, die stilte in je hoofd mag nu komen. Waardoor je dus een overzicht gaat krijgen wat je dus wil gaan manifesteren. Let er ook goed op wat je gaat manifesteren. Dat er geen negatieve gedachten nog zijn. Want alles wat negatief is, wat je uitzendt, dat ga je ontvangen. Dus let goed op wat je uitzendt. Wat mag ik daarvoor... essentiële olie bij zien. Daar weet ik niet wat dat is. Helichrysum. Ik laat het jullie even zien. Heeft ook te maken met vergeving. Ik ga daar eens even... vergeving, dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat je jezelf ook vergeeft. Als je al heel lang in een proces zit. En dat gevoel heb ik ook wel hier. Dat je heel lang in een proces zit. Dat je jezelf mag vergeven, dat heel belangrijk is. Dat als je dat namelijk ja, niet doet, dan gaat er ook geen vergeving plaatsvinden. Kan er ook niks stromen. Want je hebt misschien gevraagd om iets te manifesteren, het stroomt niet. Maar dan moet je dus kijken naar dat schaduwkant in jezelf, waardoor dus de overvloed kan gaan stromen. En de schaduwkant heeft dus te maken daarmee dat je mag gaan... Ja, dat je mag relaxen, dat je niet altijd de dingen terug moet halen. Want daardoor kan het niet opgelost worden. Als jij steeds in je gedachten teruggaat naar iets, wat dan blijft het. En dan moet ik eigenlijk immortality hier zo zien, dat iets blijft. En niet dat er een dood en wedergeboorte is. Want dat kan er dus alleen maar gebeuren als je naar die stilte ingaat. Het leeg wordt, dat er die leegte komt. Vanuit die leegte kan dus iets helen. En dat is wat ze eigenlijk aangeven. Probeer die leegte in jezelf te voelen. Probeer die leegte in je gedachten te krijgen. Of de gedachten stoppen, zetten. Dat is natuurlijk heel lastig. Maar dat komt doordat je dingen vergeeft, jezelf vergeeft, andere mensen vergeeft. Gaan die dingen wel stromen. Gaat het ook op een andere manier stromen. Dan krijg je ook die overvloed. En dan vlaagt het ook met alle kanten uit. Moment. Ja, hier mag meer energie komen. Pepermuntolie kun je daarvoor gebruiken. Ook ideaal als je misselijk bent. Dan kun je hem dus met een dragenolie gebruiken. Ik doe er al een spuur. Om een huid, als je echt misselijk bent, dan werkt dat ontzettend goed tegen de misselijkheid. En dan smeer je dat gewoon op je maagstreek. Zwarte peper. En ja, hier krijg je ook weer het beschermt.
En het zorgt er ook voor dat er op eerlijkheid, dat je in eerlijkheid naar jezelf kunt kijken. Want die eerlijkheid naar jezelf is natuurlijk belangrijk. Je mag echt die schaduwkanten gaan zien. Want dat wordt nu van je gevraagd. Misschien zit jij in een cirkel waar je niet uitkomt. Omdat je aan het manifesteren bent en het vragen bent voor hulp en voor hulp en het gebeurt niet. En je blijft steeds in het cirkeltje ronddraaien. Ja, dat is het ook bij velen van jullie, hoor ik. Niet bij iedereen natuurlijk, want het zijn algemene readingen, die kan niet voor iedereen zijn. Maar wat Spirit ook zegt, en als de titel je aanspreekt, ja, dan zit er ook een boodschap voor jou in. Wat Spirit ook aangeeft is, we hebben het nu tegen mensen die heel lang in een cirkeltje blijven rondrennen, zonder eruit te stappen. En daar bedoel ik mee zonder uit het hoofd te stappen. Dus uit het denken, daar mag je uit. Je mag die rust komen, want je haalt eigenlijk alles, alle oude stukken van vroeger, die moeilijk waren, hè, die jou belemmeren eigenlijk om vooruit te komen, die haal je telkens terug. En dat is de bedoeling dat je dat los gaat laten. Even verder kijken. Wat mag ik hier nog bij zien bij deze boodschap? Wat mogen ze doen? Letting go. Dus het is belangrijk voor mensen die... Deze reading gaat eigenlijk zal eigenlijk bedoeld zijn voor mensen die moeite hebben met loslaten. De kaart commitment. Dat je toegewijd bent aan, dat je een verbinding aangaat. En dat is een shock wat dadelijk gaat komen. Dus je gaat dadelijk met een shock beseffen van ik moet een verbinding met mezelf aangaan. En in de rust gaan zijn. En het kan te maken hebben met een tweelingziel natuurlijk. Het kan ook te maken hebben met de liefde. Het kan ook te maken hebben met de balans in jezelf. Dat je mannelijke kracht meer mag gaan stromen. Dat je meer in de rust gaat komen. Wat ik hoor is dat rust met hoofdletters voor sommigen van jullie geschreven moet worden. Overgave. Ze willen zoveel controleren. Wil jij de controle blijven houden? Wordt jou nu gezegd, als je dat niet doet, als je dat niet loslaat, die controle niet los, dan krijg je dadelijk een shock. Dat kan iemand anders jou bezorgen natuurlijk. Waardoor je dus echt overgave moet krijgen. En terug naar je innerlijk kind. Daar naar die donkere kant gaan. Daar heeft het gewoon mee te maken. En de balans gaan krijgen, de justice. En dat zijn moeilijke stukken. Dat is een stuk wat steeds terugkomt. Ja, dat wordt ook hier gezegd. Je haalt het steeds naar voren. En het wordt je getriggerd. En dat is belangrijk dat je daar naar kijkt. En loyaal zijn aan jezelf. Want je vergeet jezelf vaak. Dan pas gaan ook de dingen stromen. Dan komt er vooruitgang in. En dat heeft dan met vriendschappen te maken. Dat kan de vriendschap zijn met andere mensen. Kan ook de vriendschap zijn met jezelf. Ik vond het, wat ik tot nu toe voel hierbij is, het gaat alle kanten op, de energie. Ik voel alsof ik alle kanten opgetrokken word. Maar dat is natuurlijk een onzekerheid, voel ik. En dat is niet mijn onzekerheid, maar dat is de onzekerheid vanuit het collectief die ik oppik hier. Want dat is de onzekerheid om vooruit te gaan. De onzekerheid om te durven loslaten, hoor ik. Te durven... je bent maar krampachtig, wil je het vasthouden. Maar kijk wat er dan gebeurt. Dan gaat het zand gaat langs jouw handen, valt dat. Maar wat ik hierbij voel is... En nu voel ik het ook wegtrekken. De onzekerheid die ik dus in het begin voelde ik dat ook bij mezelf, dacht ik... Maar dat is dus niet van mij, dat is dus van het collectief wat daarmee te maken heeft, die mensen uit het collectief. Dus dat hier iets, een stukje onzekerheid heerst van kan ik dit wel, moet ik dit wel doen, moet ik dit wel loslaten, wat als ik het loslaat, gaat het dan wel stromen? Het gaat niet stromen voordat je het loslaat. Dat is het hele punt. Je kunt nog zoveel manifestaties de wereld in gooien. Dat gaat niet gemanifesteerd worden als jij het niet naar dat donkere stuk in jezelf gaat. En daar vind je de oplossing. Daar vind je echt de oplossing, zodat die overvloed die jij graag wenst, logisch ook, dan is die ook gegund,
Maar dan zal je wel eerst moeten loslaten. En dat gevoel van onzekerheid, wat ik dus in het begin voelde, dat is dus van, dat pik ik dus op van die mensen die hier naar kijken alvast. En daar niet precies weten wat ze daarmee aan moeten. Wat mag ik hier nou bij zien? Dat zijn de magische spreuken van de heksen trouwens. De kracht van magische spreuken. Oeps, oké. Nou, schoonheid met een uiterlijk zo goddelijk en rein laat ik mijn innerlijk een baken zijn. Dus kijk eens, zo binnen en zo buiten. Ja, zo boven, zo beneden. Wijsheid. De wassende maan op woensdag maakt het wijsheid in ons allen ontwaakt. Dus het kan best zijn dat je binnenkort een inzicht krijgt van, ja, ik moet het gewoon anders aanpakken. Ik moet de puurheid in mezelf zien, waardoor dat ook naar buiten toe gezien kan worden. Oogst, en dat is wat je hier net wilde. Overvloed, prosperity. Oogst, als de oneindige golven der zeeën, als de hoge bomen in het woud, laat het de oogst van mijn werk zijn, geef me nu al waar ik van hou. Dus als je dit gaat aanpakken met een wijsheid en naar binnenkeert, ga je dit ook oplossen. En dan zul je die vreugde kennen. Hetgeen ik wil, zo zal het zijn. Vreugde en licht worden mijn. Dus dat is wat er nodig is. Naar binnen keren. Probeer dat. Als je daar moeite mee hebt, probeer dan kamille. Dat zorgt ervoor dat als je graag kookt, gebruik dan het vaker wat knoflook of wat had ik hier? Kruidnagels, koriander, knoflook en kamille. Deze vier zou je dan kunnen gebruiken wat vaker. Ja? I look forward to new challenges. Dus dat is wat je al doet. Maar je vergeet in het hier nu te kijken. Magic starts with me. Dus dat is wat jij graag wil. Daar zul je dus iets voor moeten doen. I am made from the stuff of stars. I matter. Dus het heeft te maken met zelfvertrouwen. Heeft te maken met eigenwaarde. En dat creëer je je eigenwaarde door die donkere stukken los te laten. Every day things get better. Dus zie eigenlijk dat iedere dag, een positief iets kan brengen. There is magic everywhere. Dus er is overal magie. Als je maar durft te zien. My voice is heard in the world. Dus jouw stem wordt in de wereld gehoord. Maar luister je ook naar jezelf? Luister jij naar je innerlijk kind wat dat nodig heeft? Weet je wat dat innerlijk kind nodig heeft? Heeft dat jouw bescherming nodig? Heeft dat jouw geborgenheid nodig? Heeft het nodig dat jij kijkt naar je eigen processen? Wat heeft jouw innerlijk kind nodig? Ga aan het zitten. Ga eens rustig zitten en ga eens voelen van wat voel ik, wat nodig is voor mij. Daar ligt jouw antwoord. Daar ligt ook jouw oplossing. En dat is eigenlijk het stuk dat de rust terug mag keren en dat je naar binnen mag keren en je schaduwkant mag aankijken. Wil jij overvloed manifesteren, dan zul je daar doorheen moeten door dit proces. En dat is niet fijn, daar weet ik alles van. Maar als je dat niet doet, zul je ook niet die overvloed kunnen krijgen wat je graag wil. En hier krijg je de hangman. Je mag alles van een ander perspectief bekijken. En dan gaan ook de dingen stromen. Dan krijg je ook een omkeer. De wereld die geeft ook aan van, ja, dan gaat alles draaien. Dan gaat alles 180 graden draaien. Als je eens kijkt van een ander perspectief, van wat mag ik nog zien? Drie van Pentakels, ga werken met Spirit. Ga samenwerken met Spirit, misschien met een ander. Misschien vraag je om hulp, misschien kijk je deze video of van collega's. Dat jou eigenlijk iets brengt en jou verder helpt. In de balans in jezelf te vinden. Drie eenheid ook in jezelf. En nu heb je nog mogelijkheden. Je hebt verschillende mogelijkheden om dat op te lossen. Maar de meest voor de hand liggende is de liefde in jezelf vinden. Dat zie je ook daar.
Dus dat is eigenlijk het stuk wat gezien mag worden. En de zoon, dan gaat ook dat eigenlijk, ga je dat ontvangen wat je graag wil. Als je dus kiest voor de liefde. De liefde voor jezelf, de liefde in jouw zijn. De liefde in jouw proces hier, jouw zielsmissie. Kies daarvoor, kies voor jezelf, ga dat aan. En dat is eigenlijk het stukje waar nu aandacht aan besteed mag worden. Terug naar binnen, ga, durf die naar het dak, naar de soul aan te gaan. Durf te kijken vanuit een ander perspectief. En durf jezelf te vergeven, durf ook andere mensen te vergeven die eigenlijk in dat stukje, want je staat nu op een kruispunt. Deze video is eigenlijk voor mensen die op een kruispunt staan van ga ik die dark night of the soul in. Soms ontkom je daar niet aan, dan is dat gewoon zo. Maar als jij het tegenhoudt, des te lastiger wordt het, des te meer problemen heb je. En die heb je al ervaren of die ga je nog ervaren. Ja? Ik wens jou heel veel wijsheid, heel veel kracht. Dankjewel voor het kijken en namaste.